Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe IGN Masterclass. Zoals jullie zien zitten we hier vandaag weer met Theo. En voordat we beginnen met de Masterclass willen we iedereen erop wijzen dat Theo is genomineerd voor de Hearthstone Global Games. En wij zouden het top vinden als jullie op hem gaan stemmen. Dat kun je doen via de Blizzard website. Ga even naar het Hearthstone deel en stem op Theo. Dan mag hij samen met Thijs NL en andere Nederlanders gaan strijden voor ons land, voor Nederland. Doe dat, stem. En geniet nu eerst maar van de IGN Masterclass. Ja Theo, er gaat weer iets veranderen. Er gaat een nieuw jaar gaan we tegemoet. A Year of Mammoth. Mm-hmm. En dat betekent dat er weer nieuwe kaarten naar Wild gaan. Weer nieuwe decks komen en weer nieuwe adventures komen. Ja. En daar gaan we even doorheen lopen, toch? Ja, klopt. Een eerste verandering. In ieder geval wat zou hebben aangekondigd qua veranderingen voor A Year of Mammoth. Ten eerste, het begint dus, wat gaat er veranderen? Dus het is nog niet bekend wanneer het ongeveer uitkomt, nieuwe expansion. Ik verwacht ergens april. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Als je hier ziet, Blackrock Mountain, de Grand Tournament en League of Explorers. Die kun je niet meer spelen dan de Standard en die gaan naar Wild. Ja. Dus die kaarten zijn allemaal weg. Dus, dat dus al... Sir Finley gaat me verlaten. Ja. Erg verdrietig. Helaas wel. En zo kaart als Reno, zo, dus echt van die definierende kaarten voor sommige decks, die gaan weg. Dus... zal wel heel veel gaan veranderen nu. Ja, wel bijzonder dat de Reno decks gewoon compleet zullen verdwijnen uit de Standard. Dat is toch wel ik apart. Ik weet het niet. Je hebt nu nog Kazakus. Ik denk dat ze nog verder gaan supporten. Want ze hebben dus met de laatste expansion hebben ze dus voor elk van de drie classes hebben ze een speciale Reno kaart uitgebracht. En Kazakus. Dus dat is ook alweer zo. Ze gaat wel Reno weg, maar ik denk dat ze alsnog van gewoon gaan supporten. En dan misschien een andere heel kaart of iets dergelijks erin gaan doen. Ah, oké. Maar dan mogen we het geen Reno Lock dadelijk meer noemen. Dan moeten we een nieuwe naam geven. Ja, er wordt ook wat nieuwe namen verzinnen voor decks. Misschien een Highlander, zoals het genoemd wordt. Ja. Nou, in ieder geval, dat gaat sowieso veranderen. Want die drie adventures gaan eruit. Er komen er nieuwe voor terug. We weten nog niet precies wat die gaan zijn. Maar dat gaat ongetwijfeld aangekondigd worden binnenkort. En dan gaan we even doorscrollen door de... door de nieuwe patch notes, want er gaan ook een aantal gewone kaarten weg. Ja, nou, ze hebben eerst gezegd van de classic kaarten die zullen altijd blijven. Ja. Maar daar hebben ze nu toch iets aan veranderd. Omdat sommige kaarten toch te veel worden gespeeld. En dan hebben ze nu de Hall of Fame voor gemaakt. Ja. Dus waren een paar van die hele bekende classic kaarten die toch te vaak gezien werden. En toch een beetje limiteerden wat je wat voor kaarten konden maken. Die worden nu eigenlijk naar Wild gebracht. Alleen voor classic. Maar je krijgt wel gewoon de dust ervoor. Ja, dat is wel top. En toch wel apart dat ze dan weer terugkomen op een woord. En dan maken ze er de Hall of Fame van. En dan kunnen we alsnog classic kaarten wegdoen. Maar zoals je vertelt, je krijgt gewoon de dust voor die kaarten terug. Zonder dat je die kaarten hoeft te dusten. Dus wel belangrijk, mensen hoeven deze kaarten niet zelf te dusten. Gewoon lekker laten zitten. Je kan ermee spelen in Wild. Maar je krijgt ook van Blizzard voor de classic kaarten gewoon die dust terug. Dus ga niet je legendary weghalen. Nee. Want je krijgt gewoon die dust automatisch. Ja, hoef je niks voor te doen. Ja, als je gewoon een kaart in je collectie hebt, dan krijg je de dust. Heb je een Ragnaros, krijg je 1600 dust. Ja. Dus wat je ook kan doen, als je nog niet hebt Ragnaros, je kunt er gewoon craften. Je investeert nu even 1600 dust. Ja. En dan krijg je dan weer 1600 dust terug. En je hebt Ragnaros voor niks. Ja, dus als je zeker in Wild en Standard allebei speelt, dan is het sowieso slim om te doen. Want je krijgt je dust gewoon gegarandeerd terug. Ja, plus, als je dan alsnog disenchant, krijg je alsnog de 400 dust van Ragnaros terug. Dus je krijgt eigenlijk alleen... Je krijgt dus 2000 dust terug, terwijl je maar 1600 hebt geïnvesteerd. Dus als speel je niet in Wild en je hebt de legendaries niet, die wij zo gaan opnoemen, dan is het nog steeds slim om ze te craften, omdat je dan weer extra dust terugkrijgt. Ja, klopt. Nou, top. Dat is een mooie investering dus. Ja, inderdaad. Laten we dan even door de kaarten gaan die weggaan en wat dat betekent voor sommige decks. Ja, nou, ten eerste, Azure Drake gaat weg. Die is toch echt, ik vind hem zelf een beetje overpowered, alhoewel sommige mensen dat niet vinden van, het doet gewoon te veel dingen. Het is dus een body, een dragon. Je hebt de spell damage. En je hebt er nog ook een draw card. Dat is eigenlijk te veel voor één kaart. Ja. En je weet wel, deze kaart zie je in zoveel decks nu. Ja, zeker. Het is gewoon eigenlijk te sterk. En dan denk je van, weet je, te veel decks willen wat andere kaarten gaan uitbrengen. Maar ja, als je dan een vijf erop uitbrengt, dan moet het met deze concurreren. Ja, en dat kan niet heel makkelijk. Weet zeker die draw card. Of je moet hem veel te sterk maken, of er wordt gewoon niet meer gespeeld. Dus nu halen ze deze eruit en kun je wat meer gebalanceerde kaarten erin stoppen. Ja, op zich een logische keuze van Blizzard dat ze deze toch eruit gaan halen dan welke nieuwe kaart kan met hem concurreren zonder overpowered te zijn, precies. Dat is het een beetje. Want de Azure Drake werd gewoon gespeeld in aggro decks, control decks, midrange decks, combo decks, gewoon van alles eigenlijk. Die 4-4 draw card, dat is gewoon zo waardevol. Ja, precies. Nou, toch jammer, Azure Drake, we zullen je missen in Standard. Mm-hmm.
En de volgende, dit is wel een grote die weggaat, Sylvanas. Ja. Sylvanas. In deze meta wordt minder gespeeld omdat het zo agressief is. Maar je ziet er nog steeds. En eigenlijk sinds het begin van Hearthstone is deze kaart gewoon gespeeld. En vaak standaard in midrange tot control decks. Ja. Maar het was gewoon ook weer zo'n zestrop die gewoon eigenlijk te sterk was. En ja, als je andere kaarten print, dan moeten die hiermee concurreren. En dat was toch wel lastig. Ja. Ja, wederom hetzelfde probleem als bij de Azure Drake. Maar het vind ik toch jammer dat dit soort kaarten dan uit Standard gaan. Want Sylvanas is toch wel echt een kenmerkend personage uit het Warcraft-universum. Echt iconisch, ja. Ja, echt een iconisch personage. Die gaat nu gewoon weg. Ja, misschien dat ze haar in een andere vorm terug laten komen of zo. Je weet het niet. Maar toch zonde vind ik dat. Maar ook iconisch met Legion natuurlijk. Ja, zeker met Legion. No spoilers, maar in Legion speelt ze een belangrijke rol. En dan nog zo'n iconisch personage. Ja, Ragnaros. Die is ook wel iconisch uit World of Warcraft. Ja, uit World of Warcraft. En nu zelfs Heroes of the Storm. Sylvanas trouwens ook. Ja, ja. Maar ja, Ragnaros gaat weg. Nee, ja. Het is weer zo'n kaart van... Ook nu wordt het minder gespeeld zoals Sylvanas. Maar toch nog van... Weer zo'n enorm sterke kaart die gewoon... De achterslot domineert eigenlijk. Ja. En dan gewoon niet al te veel mee kan concurreren. Omdat hij gewoon zo sterk is. Ja, ik vind het erg jammer dat die kaart weggaat. Gewoon ook de RNG. Weet je, dat moment van je end je turn. En dan, je ziet gewoon zeker in tournaments, zie je mensen echt zo'n adem inhouden. Oké, gaat hij face of gaat hij een kaart pakken? En dan die RNG en dan, Klopt, maar of je dan zo'n 50-50 constant wil hebben, van dat is ook weer niet zo. Nee, dat is niet perfect, maar het is wel leuk om te zien. Maar hoeveel games ik verloren heb hierdoor? Gewonnen, weet je. Ja, dat is ook alweer zo. Dus die was ook in zoveel decks en dan, opent het weer meer kaarten. Mogelijkheden voor kaarten. Ja. Wederom, Ragnaros, vaarwel. En dan gaan we door naar de class cards die weggaan. Ja. Power Overwhelming, de eerste. De Zulok kaart waarmee je kon een hoop damage kon doen. En natuurlijk ook de Reno Rock met de combo. Waar je deze eigenlijk zelfs 8 damage deed als je met Faceless en Leroy combineerde. En die gaat ook weg, omdat het gewoon... Ja, dus 4 damage. Het voorkomt ook gewoon dat Warlocks te veel goedkope kaarten kunnen geven. Met Death Rattles en zo. Want deze kan gewoon zo makkelijk traden met van alles en nog wat. Ja. En ook toch dat het voor Burst kan gebruikt worden. Dus het is niet alleen dat je echt heel goed mee kan traden, maar het kan ook gewoon gebruikt worden voor Burst. Want ik denk dat iedereen wel vroeger is dood gegaan tegen bijvoorbeeld een dubbel PO op een minion. Je denkt, ik ben veilig en ineens PO, en ineens 8 damage meer. Ja. Gaat dit Warlock hard schaden, denk jij? Of denk je dat Warlock nog steeds wel krachtig kan zijn? Want ik denk dat sommige Warlock decks hadden dat wel echt nodig, die Burst. Anders konden ze niet meer overleven tegen andere decks. Ja, kijk, het is steeds minder gespeeld, die Power Overwhelming. Vooral de Reno Lock decks die nu zijn, Zoo is een beetje weg. Nou ja, dat komt vast wel weer een keer terug, omdat gewoon zo'n sterk deck is normaal gesproken. Maar zo'n Power Overwhelming als bijvoorbeeld een Reno Lock wordt nu steeds minder gespeeld in de combo Reno. Ja. Omdat veel mensen gaan nu voor de anti-aggro. En dan is deze wat minder, omdat het toch meer voor trade is. En tegen aggro heb je vaak geen bord om ermee te traden. Ja, precies, dat is zo. Nou, laten we even doorgaan naar de volgende mage-kaart, Ice Lance. Ja, ook toch zo'n kaart die je ook nauwelijks meer ziet eigenlijk. Af en toe een Reno Mage. Maar dat is toch wel vooral een standaard kaart in Freeze Mage. Ook wel eigenlijk sinds het begin van een Hearthstone gespeeld werd. Ja. Nu ook weer wat minder door de meta. Maar het is gewoon zo'n standaard kaart. Maar het is weer zo'n eentje van 4 damage. En zoals hier ook zeggen, het voorkomt een beetje van dat ze bijvoorbeeld spell damage kaart kunnen printen. Ja. Dat het gewoon 1 mana 4 damage is. En dan spell power krijg je 1 damage gelijk bij. En dat was gewoon... te veel. Ja, en dat als je bijvoorbeeld Meligos had of zo, dan... Dan deed het 9 damage. Bizar veel damage doen. Dat was iets te veel voor de Icelands. Ja, zeker voor dus 1 mana is het gewoon net iets te veel. En dus dan ook deze kaart weer. Ze willen vooral met deze kaart die is allemaal nerven. Gewoon het openmaken van Hearthstone. Van dat je gewoon meer dingen kunnen doen. En het niet gelimiteerd wordt door deze kaart. Omdat die mogelijk te sterk zijn anders. Ja, hele logische beslissing uiteindelijk. Mensen zullen het waarschijnlijk jammer vinden dat de kaarten weggaan, maar soms is dat nodig om plaats te maken voor andere mooie kaarten. Alle tweede Freeze Mage spelers. Alle tweede Freeze Mage spelers, inderdaad. Ja. En dan gaan we door naar Conceal. De laatste kaart die generfd wordt, Conceal, die wordt natuurlijk volop gespeeld in deze meta, in de Miracle Rogue. Maar die gewoon wordt nu weggedaan, omdat gewoon er zijn bijna geen counters voor Conceal. Ja. Je hebt Flare. Maar het wordt niet gespeeld. En je hebt dan 1 kaart die stealth weghaalt. Maar dat is gewoon niet waard om te spelen voor de ene matchup. Ja. En is gewoon van zo'n conceal, doe je dat op een bord. Ja, dan kun je er niks meer tegen doen. En dat is niet echt fun of interactive, zoals ze dat zelf noemen. Ja, terecht. Dus die hebben ze ook generfd. Gewoon dat je zo'n gadgets bijvoorbeeld, gadgets en coin conceal. En dan zijn er een paar kaarten die wat tegen kunnen doen. En dan, als je dat niet hebt, bijvoorbeeld in je deck, dan heb je pech. Dan gaan ze gewoon een hele deck drawen. Ja.
ze hebben ze nu gewoon van, ze doen het eruit, kun je nog steeds gadgets aan spelen, maar je moet het wel meer opzetten van. Ja, ja, je kan niet meer blind gadgets aan spelen en denken van ja, het komt wel goed, want ik heb toch een concealment. Ja, precies. Je kunt niet zomaar conceal doen en de volgende beurt al die spels doen. Je moet echt nog meer gaan nadenken van, ja, wil ik het nu voor een paar spels doen of wachten tot ik meer spels heb? Ja, ja, klinkt als een goede beslissing. Mm-hmm. We zullen zien hoe het uit gaat pakken. Maar er gaan nog veel andere dingen ook nog veranderen. Meer quality of life dingetjes en wat dingetjes voor Hearthstone eSports, toch? Ja, nou, ten eerste nog het volgende jaar dus, de expansions. Ja. Het worden nu 3 expansions in plaats van 2 of 1 en 1 of 2 adventures. Ja. Adventures gaan soort van weg. Die komen niet meer als losse uitbreidingen. Ja. Maar in elke expansion zitten een paar losse avonturen dan. Ja. Dus je hebt eigenlijk een mini-adventure voor bij elke expansion gratis bij. Wat op zich wel leuk is, denk ik. Want nu had je eerst... Die adventures vinden mensen super leuk om te spelen. Mm-hmm. Tenminste, niet iedereen, want jij bent natuurlijk super competitief ingesteld. Maar nu krijg je een soort van allebei. En je krijgt die bak nieuwe kaarten. En je kan er lekker een adventure bij spelen. En ja, ik denk dat dat wel een goede combinatie is. Zeker dat je ook nu weet van, we krijgen er 3 in het jaar. Dus dat is geen verrassing meer. En ik ben benieuwd wat er binnenkort aangekondigd gaat worden. En je hebt natuurlijk ook meer kaarten dus. Dus er kunnen meer dingen veranderd worden. Meer opties. En ja, zo'n adventure was toch altijd maar 30, 40 kaarten of zo. Dat is toch iets... Elke kaart moet dan iets doen, of dat is gewoon, het adventure is niet zo goed. Ja, zeker waar. Maar we kunnen er in ieder geval 3 in het komende Hearthstone jaar verwachten. Ja, hier hebben ze al een beetje hints gedaan van wat het is. Nou, de eerste wordt verwacht dat het iets met Un'Goro te maken heeft. Ja, dat is laatst al opgedoken, toch? Ja. Dat mensen iets hadden gevonden. Ja, iets van artist of zo, die had dan op de cv gezet van hieraan gewerkt, dat nog niet aangekondigd is. Ja, dat is dan weer jammer. Maar iets met Un'Goro Crater en als je een beetje Warcraft hebt gespeeld, dat heeft weer te maken met de Titans. Dus misschien komen er wat Titans voor in het volgende Hearthstone seizoen. Of een dinosaurus. Of de dinosaurussen. Dus misschien krijgen de dinosaurus decks, Titan decks, je weet het allemaal niet. Heb je al een vermoeden wat die andere 2 zijn? Want er staan wat tekeningetjes bij. Ja, mensen hebben natuurlijk altijd een vermoeden erbij. Misschien, wat is dit? Ulduar misschien of zoiets? Of, Ulduar of iets met Kieran Thorn Mages of zo. Zoiets, ja. En dan die derde is die met een zak geld. Ja. Nou, wie weet, met ik zou willen zeggen Deadmines die praat of zo. Ik weet het niet. Nee, inderdaad. Dus maar dat moeten we nog zien. Ja, dit zijn natuurlijk een beetje vage hints van. Ze kunnen nog genoeg doen. Ze zijn er vast mee bezig natuurlijk, maar... Ja. Misschien nog niet helemaal definitief, maar dat komt dus dit jaar. En dat zullen we ongeveer elke 3 maanden een nieuwe expansion, denk ik, of elke 4 maanden. Ja, het is wel leuk dat ze zulke kleine hints toch wel achterlaten, dat mensen kunnen speculeren. En om de 3 maanden, dat is toch vrij snel om weer een nieuwe meta te introduceren, want dan heb je niet zoveel seasons op 1 meta zitten, zeg maar. Nou ja, maar meestal is nu bijvoorbeeld deze meta, was echt na 1 maand was het al van, dit is de meta. Ja. En hier doe ik mee en je kan er niet meer veel aan veranderen. Ja. Dus het is wel beter op zich. Ja, het is een positieve verandering vooral. Ja. Dus dan minder dezelfde meta. Gewoon, ik denk ook verandering is het leukste van zo'n spel. Van heb je bijvoorbeeld de eerste maand van de expansion heb je dus allemaal veranderingen van decks testen. Ja. Dan heb je nog 2 maanden om echt die decks te perfectioneren hoe je ermee bent. En dan heb je weer nieuw iets. Ja, dus dan moet je ook zeker als je competitief aan het spelen bent, snel kunnen aanpassen aan die nieuwe decks. En ik denk dat dat wel weer een nieuwe laag brengt ook naar die competitive scene. Precies. Wat gaan ze nog meer doen, Theo? Want het is nog niet... Dit is nog niet eens alles wat ze gaan doen dit jaar. Ze hebben ook, ze gaan meer focussen op Wild, zeggen ze hier. Ze zijn nog een beetje vaag. Maar bijvoorbeeld gaan ze hier promoten van Wild Format Tournament. Oh. En er komt ook nog een Heroic Tavern Brawl in Wild. Dus dat wordt wel interessant, want dan gaan de beste spelers, die gewoon standaard normaal spelen, gaan dan dit spelen. Dus dan wordt het een beetje interessant van, wat zijn nou echt de beste decks? Ja, maar dat is meestal chaotisch, toch, Wild? Daar kan echt alles in gebeuren. Daarom heet ook Wild. Ja, bijzonder wat mensen voor decks naar boven gaan halen. Want volgens mij kun je wel gekke combinaties maken dan met Wild. Ja, vooral met Enzoff en zo. Je hebt nu altijd sommige Death Rattles erbij. En dan kun je Leuk, alles maken. Ik ben benieuwd. Ik ben al benieuwd naar de Reddit threads en de YouTube video's waarin gekke dingen gaan gebeuren in die Heroic Tavern Brawl. Verder hebben ze ook nog meer focus op Fireside Gatherings. Als je nog niet een keer bent geweest, zou ik zeker aanraden. Dat is altijd erg gezellig. Ja. Echt, elke maand zijn er wel meerdere in Nederland. Dus... Zoeken naar. Fireside Gatherings, even snel kort samengevat, mocht je het niet weten. Dat zijn Hearthstone toernooien, gewoon georganiseerd over heel de wereld en ook hier in Nederland. En Theo is er altijd te vinden. Ja, gewoon in een café vaak. En dan zit je tegenover de tegenstander, lekker tegen elkaar spelen, met elkaar praten. Heel gezellig en komen goede spelers op af. En kun je goed oefenen ook om op land te spelen natuurlijk. Ja, van elk niveau komen de spelers. En je kan op de Blizzard website gewoon het vinden waar het is onder Fireside Gatherings. En dan zie je gelijk waar ze allemaal zijn. Ja, top. Dus hier zeggen ze over Fireside Gatherings dat ze features gaan doen ervoor. Additional inclined features. Nou,
kun je natuurlijk speculeren wat het is. Misschien een tournament mode of zo. Ja, het zou vet zijn. Dat mogen ze ook wel eens hebben, een tournament mode. Want Hearthstone loopt nogal een beetje achter qua features. Ja, maar ja, het kan ook zijn dat ze het in de client zelf gaan reclame gaan maken voor die Fireside Gatherings. Bijvoorbeeld dan als er dan eentje in Nederland is, dat ze dan even laten weten dat het er is. Dat iedereen kan komen kijken of meedoen zelfs. Dat zou mooi zijn. Nou, verder nog wel leuke dingetjes die je erbij krijgt bij die nieuwe expansion. Je krijgt de daily login rewards. Dus je krijgt gewoon, hier staat het, Dust Gold expansion packs. Dus gewoon dagelijks inloggen en je krijgt wat. Ja, dat kan ook gewoon via je telefoontje. Dus ook al zit je in het buitenland, even een MB-pakketje kopen en dan inloggen op je telefoon, zodat je die Dust en Gold kan krijgen. Het kost niet veel MB, dus je moet het alleen wel van tevoren downloaden anders. Ja, dat is waar. Dan, anders moet je 700 MB binnenharken en dan dat doet zeer in de portemonnee. En verder nog wat cross-promotion eigenlijk met Legion weer. Je hebt de nieuwe Rogue Hero, maar je hebt Shadow Song. Ja. Die krijg je als je 10 games wint in standard. Ranked of Casual, gewoon een beetje nieuwe standard rotation promoten. Dat is eigenlijk heel makkelijk om te krijgen. Ja, dus dan gaan mensen die andere Blizzard games spelen, komen misschien even weer terug naar Hearthstone om een hero te verdienen. Even kijken van, een World of Warcraft kom ik die tegen. Kan ik nu zelf mee gaan spelen. Ja, precies, dat is top. Dus dat betekent eigenlijk dat er een hoop leuke dingen aankomen voor Hearthstone. En dat het weer een leuk jaar kan worden voor jou, Theo. En dan verder nog ook de Global Games. Bij? En nog de Global Games, ja. Ja, we hebben het al even in de vorige video en in deze video vermeld. Maar de Global Games die komen er ook aan. Wil je daar nog even verder zelf wat over vertellen? Ja. Dat is wel handig, denk ik. Een soort van Olympische Spelen, zou ik zeggen. Ja. Je hebt 48 teams van 48 verschillende landen. Elk team heeft 4 personen. 1 persoon die de meeste punten had het seizoen. En 3 personen die gestemd erin zijn gestemd. Ja. Nou, natuurlijk word ik er graag in gestemd. Ja. Ja, Theo is gewoon genomineerd, weet je. Niet iedereen is genomineerd. Het is niet dat je zomaar op iedereen uit Nederland kan stemmen. Theo is een van de Nederlanders die is genomineerd om in dat soort Olympische team te komen. Ja. En je kan natuurlijk wel gokken welke andere Nederlandse spelers daar al waarschijnlijk bij komen te zitten. Maar ja, wij zouden het super tof vinden als Theo daarbij komt. Theo die zou het natuurlijk zelf hartstikke leuk vinden. Ja. Ja, dus ga even naar die Blizzard site en stem op Theo en op andere Nederlanders die je graag zou willen zien daar. En ik denk dat dit een mooie samenvatting is van wat er dit jaar gaat gebeuren in Hearthstone. Ja, hou alles in de gaten. Hou IGN Masterclass in de gaten. En vergeet niet, stem op Theo.